Hallo, ik ben Arthur Rump en dit is Git les 4 voor Your Academy. In deze video gaan we het hebben over merging en remote branches. Dit is waar we de vorige les waren gebleven. We hebben een aantal commits, een branch master en een branch feature. We zitten nu op de branch feature en er zijn twee commits van feature die master niet kent. De gedeelde voorganger van master en feature is hier C2. C3 en C5 zijn van feature, C4 is van master. Een feature is klaar. We hebben het uitgebreid getest. Alles klopt, alles werkt. Dus nu kunnen we het mergen naar master. Maar de code is gesplitst, dus niet zoals bij de vorige keer toen we een merge deden, een fast forward. Toen gingen we gewoon in één rechte lijn verder. Nu kan dat niet, omdat we een gesplitste geschiedenis hebben. Is dat een probleem? Of toch niet? Het hoeft niet altijd een probleem te zijn. We kunnen het nu gewoon proberen en dat gaan we ook doen in onze demo. We zitten nu in de branch feature. Om te kunnen mergen naar master moeten we eerst uitchecken naar master. Dus doe git checkout master. We zitten nu weer op master. En dan zeggen we git merge feature. En zoals je ziet krijgen we geen foutmelding. En alles is gewoon goed gegaan. Feature is gewoon gemerged naar master. En als het goed is, komt dat er dan. Dit is dus hoe dat heet. Het is een three-way merge. Er is dus één gedeeld voorouder. En we mergen C5 naar C4. Dat hebben we gedaan. En nou ziet het er zo uit. Er is een merge commit gemaakt. En die heeft meer dan één parent. Merge commit is C6. En die heeft parent zowel C4 als C5. En de feature branch die kunnen we nu gaan verwijderen. Dus dat doen we dan. En dat gaan we ook doen in onze demo. Dus hier al zeggen git branch streepje d feature. En als we nu kijken welke branches we nog hebben, dan zien we dat we alleen master nog over hebben. Maar wat nou als er een conflict is? Dan kan er niet automatisch gemerged worden. En dan zul je dat zelf op moeten lossen. En dat ga ik ook demonstreren. We gaan een nieuwe branch aanmaken. Daar gaan we een commit doen. Die conflicteert met een commit die we daarna in master gaan doen. En dan gaan we kijken wat er gebeurt. Dus ik zeg git branch. We gaan weer een branch genaamd feature maken. Daar gaan we naar uitchecken. Checkout feature. En dan open ik ons bestand index.html. Nou, onder deze afbeelding ga ik een nieuwe paragraaf met tekst maken. Hier staat tekst. In het Nederlands natuurlijk. Slaan we op. Gaan we terug naar PowerShell. Zien we dat er wat is veranderd. Noemen we git add punt. Daarmee voegen we alle bestanden die zijn veranderd voegen we toe. Om gecommit te worden. Dus nu is het ons bestand gestaged. Dan zeggen we git commit streepje m. En dan onze message. Add p in index.html. Dus nu zijn we weer schoon. En nu gaan we terug naar onze branch in master. En ook hier gaan we aan index.html een regel toevoegen. Dan zeggen we hier
Ook weer een paragraaf. Dit wordt een conflict. Slaan we op. Terug naar PowerShell. Is bestand gewijzigd. Doen we weer git add. Dan kunnen we weer dezelfde commit gebruiken. Want dus we hebben precies hetzelfde gedaan. En als we nu gaan kijken met git log. Dan zien we hier alle commits die we hebben gedaan. Met enter kun je dan verder scrollen. En met Ctrl-C stop je en ben je weer terug. Als we daar nou een grafiekje van willen laten zien, zeggen we git log streepje streepje graph. En om het wat duidelijk te maken doen we ook, dat was niet de bedoeling, git log streepje streepje graph streepje streepje one line. En dan krijgen we hier een soort grafiekje van wat er is gebeurd. We hebben nu dus, hier zie je dat we hier hadden we een aparte branch. Daar zien we gesplitste geschiedenis. Die zie je samengevoegd met een merge commit. En nu hebben we hier een nieuwe commit gemaakt. Zitten we weer in master. We hebben allebei een commit gemaakt. En als het goed is, krijgen we nu, als we een master naar een feature gaan mergen, krijgen we een conflict. Git merge feature. Eén moment, dit werkt niet. Oké. Okay. Git merge feature. Dan zien we hier dat de automatische merge die is gefaald, want er is een conflict. En hoe ziet zo'n conflict er dan uit? Dat ziet er zo uit. In het bestand waar een conflict zit, daar staat dan, wordt dan de gewone code van beide dingen, die wordt veranderd in een stukje tekst als er hier staat. Dus hier al een aantal haken, dan de head waar de master is dat bij ons. En hier is het onze branch feature. Dan staat hier, staat dan zoals het in de branch master was. En hier onder de lijn van issues staat hier hoe het in de branch feature eruit zag. Dus dat gaan we bekijken in ons index.html. En dan zien we dat dat ook hier gebeurd is. Dit wordt een conflict en hier staat tekst. Dus dan gaan we gewoon deze regels ertussen uithalen. En dan hebben we ons conflict opgelost door allebei de teksten te behouden. Dan kunnen we dit sluiten na ik het heb opgeslagen. Dan zeggen we git add. We hebben een bestand gewijzigd. En dan zeggen we git commit streepje m merge feature into master. En nu is ons conflict opgelost met een nieuwe commit. Dit is dus wat we hebben gedaan hier. Gewoon vervangen door de oplossing die jij wil hebben. Git add, git commit en dan is het klaar. Dan gaan we het nu hebben over remote branches. Je hebt branches op je lokale machine. Maar je kunt ook branches op de server waar je de code van gekopieerd hebt met git clone bekijken. Een remote branch is niet meer dan een referentie naar een branch op de server. En die branch kun je niet verplaatsen. Die branch die wordt automatisch verplaatst als je een git fetch doet. Met een fetch dan haal je code die bewerkt is van de server, die haal je op. Daar gaan we later in deze serie, zal ik daar uitgebreid over vertellen.
Een remote branch die wordt aangeduid met de naam van de remote waar die op staat, dan een slash en dan de naam van de branch. Bijvoorbeeld origin slash master. Een lokale branch die kan een remote branch zogenaamd tracken. De lokale branch is master en de remote branch is origin master. Als je dan jouw lokale versie van de code naar de server pusht met git push, dan verandert de origin master naar jouw master. En dat ziet er dus zo uit. We hebben hier een repo, die klonen we van onze GitHub site. Dan is het lokaal precies hetzelfde. Dan doet iemand op GitHub, die doet iemand anders, die doet twee commits. En dan doe ik zelf ook lokaal twee commits. Dan zie je dat de origin master die blijft staan op waar die origineel stond. En mijn master die is opgeschoven. Dan doe ik een git fetch origin. Dan wordt dus de versie van de server, die wordt naar mijn versie toegehaald. Dan zie je dus dat de lijn van de origin, die gaat gewoon door. En origin slash master en master, die zijn nu gescheiden en we hebben nu gesplitste geschiedenis. Je kunt ook een git pull origin doen. Dan wordt dit automatisch gemerged en samengevoegd. Maar om het nu duidelijk te houden, doen we git fetch. En dan heb je het meeste zelf in de hand van wat er gaat gebeuren. Maar nu hebben wij een branch feature. Maar we willen dat anderen daar ook aan kunnen werken. Want wij zijn niet de enige die iets nieuws gaan aan het nieuwe ding gaan werken. Andere mensen moeten ook meehelpen. En het is dus niet handig om alles automatisch naar master te gooien. Want die wordt automatisch geüpload naar de server. En als het niet werkt, dan willen we dat niet. Maar anderen moeten wel meewerken. Dus moeten we die feature gaan we ook uploaden naar de server. Dat doen we met git push, dan de naam van de remote en dan jouw branch. Dus bijvoorbeeld git push origin feature. Dan wordt onze feature branch die wordt naar de origin geüpload. En dat ziet er zo uit. We hebben dus lokaal onze master en onze feature. Op de server is alleen de master branch. Dan doen we git push origin feature. En dan staat de feature branch ook op de master. Dan hebben we ook zogenaamde tracking branches. Als jij een branch op de server wil aan een branch op de server wil werken, moet je die branch ook naar jouw lokale machine kopiëren, als het ware. En er is dus een relatie tussen dan de lokale branch en de remote branch. Een git push die weet waar de branch dan heen moet en die merged automatisch. Het klonen kan alleen, als je kloont, dan wordt alleen de master een tracking branch gemaakt. Dan is dus jouw lokale master branch een tracking branch voor de remote master branch. Maar als je een andere branch wil doen, dan maak je een nieuwe branch. Dus met hier git checkout-b, dan de naam van de branch. En dan daarachter een remote naam en dan slash branch. Dus dan geef je aan dat je van een branch op de server een lokale branch wil maken. En dat zal ik even demonstreren hoe we dat gaan doen. We hebben nu, kijken hoeveel branches we hebben. We hebben nog altijd onze feature branch. Maar die hebben we alweer teruggemerged. Dus ik ga feature nu verwijderen. Git branch streepje d feature. Als we dan weer kijken, hebben we alleen nog master. Dan gaan we nu een nieuwe branch maken. Git branch nieuw gewoon. Hebben we nu kunnen we uitchecken naar nieuw. Dan zitten we nu op onze nieuwe branch. Daar gaan we een nieuw bestand maken. Dat wordt nieuw.html. Ja, ik wil de extensie wijzigen. Die gaan we bewerken. Dan zetten we daar gewoon een beetje commentaar in. Een nieuw bestand.
Opgeslagen. Dan doen we, zien we dat hier een nieuw bestand is. Dan doen we git add streepje streepje all. Dan worden alle bestanden die nog niet zijn toegevoegd aan git nu automatisch toegevoegd. Dan zeggen we git commit streepje m add new.html. En nu willen we onze nieuw. Nu gaan we onze master branch eerst pushen naar de server. Oh, dit gaat natuurlijk niet werken zo. Checkout moet ik hebben. Git checkout master. En dan gaan we git push origin master. Als, je kunt hier zien, onze branch origin master, die is 12 commits, loopt die voor op de... op de origin. Dus onze master loopt, dus is 12 commits verder dan de origin master. Nu gaan we dus git push origin master doen. Daarmee wordt onze master branch wordt gepusht naar de origin. Dan wordt er om mijn gebruikersnaam gevraagd op GitHub. Dat is dat. Dan mijn wachtwoord. En dat ga ik niet hardop zeggen. Je kunt niet zien dat je iets intikt. Ik hoop dat ik het goed heb getypt. Nee, mislukt. Dat proberen we nog een keer. Ik kan niet zo heel goed typen. En nu zou het moeten lukken. Ja. Nu is dus onze master is gepusht naar GitHub. En als het goed is, zie je nu ook dat master is weer van kleur veranderd. Als we nu zeggen git status, zien we ook dat onze branch master up-to-date is wit met origin master. Nu hebben we dus nog steeds op de origin alleen nog maar de master branch. Maar we willen daar ook onze nieuwe branch op hebben. Dus zeggen we ook git push origin nieuw. Dan moet ik weer mijn gebruikersnaam invullen. En nou wordt ook onze nieuwe branch gepusht. En dan zie je ook dat er een nieuwe branch op GitHub is aangemaakt. Als we dan naar onze GitHub site gaan. GitHub.com. Dat is mijn GitHub. En dan staat hier onze Your Academy Git demo. Dan zien we ook dat alle bestanden hier zijn toegevoegd. Overigens. Zie je hier ook dat ons Excel-bestand, wat we wel hier in de map hebben staan, niet op GitHub staat. Dat is nu niet meer te zien. Ja, dan zie je dat dit bestand niet op GitHub staat, want die hebben we toegevoegd aan onze git-ignore. En je ziet hier ook dat we nu twee branches hebben. Nu ga ik op een andere locatie ga ik weer deze repo klonen. Zodat we een andere branch aan kunnen maken. Ik zeg hier een nieuwe map. Nieuwe map vind ik een goede naam. Open we hier een PowerShell. Dan zeggen we git clone. En dan onze GitHub URL. En dan kunnen we nu naar de map Your Academy Git Demo. En daar zien we dat onze branch up-to-date is. Als we dan kijken welke branches we hebben, dan zien we dat we alleen onze master branch hebben. Maar op de server, hebben we net gezien, hebben we ook een nieuw branch. Nou willen wij op onze lokale machine ook aan die nieuw branch werken, dus gaan we die ook klonen. En hier staat nogmaals hoe je dat doet. Met git, checkout, streepje b, branch en dan de remote naam en de branch. Dus dat gaan we doen. Git, checkout, streepje b, new en origin, slash new. Als ik dat goed kan typen. En dan zie je dat branch new
Die is nu een tracking branch van de branch origin slash new. En nu hebben we dus ook hier onze branch nieuw. Als we hier zeggen git branch, kun je zien dat we ook hier master en nieuw hebben. Dit was git les 4, tot de volgende keer. Heb je vragen? Stel ze in het forum op youracademy.nl. Ga naar youracademy.nl en klik op forum. Onder algemeen is er een kopje voor al je vragen over Git. Dus heb je vragen? Stel ze hier.